Heeft u wel eens last van een stekende of snijdende pijn die plaatsvindt onder het grote teengewricht, welke met name bij staan en belasting toeneemt? Dan zou het kunnen zijn dat u last heeft van een sesamoïditis. Een sesamoïditis, oftewel een ontsteking van het sesambotje, is niet wat het doet vermoeden. Er is namelijk geen ontstekingsreactie van het sesambotje, maar is een ontstekingsreactie van de structuren daar rondomheen. Een sesambotje staat in tegenstelling tot de andere botjes in het lichaam niet in verbinding met kraakbeen en daarbij andere botten, maar staat verweven in andere structuren. Denk bijvoorbeeld aan de patella, dat is de knieschijf, welke het bekendste sesambotje is van het lichaam. Deze zit verweven in de bovenbeenstructuren en de sesamoïditis waar wij het over hebben, onder het grote teengewricht, zit verweven in de buigers van de grote teen. Een sesamoïditis is een klacht die in principe niet vanzelf overgaat. Deze klacht ontstaat namelijk door overbelasting. Het is dan ook belangrijk dat u zelf probeert zo min mogelijk het grote teengewricht te belasten wanneer deze pijnlijk is. Tevens kunt u ervoor kiezen om na activiteit het grote teengewricht te koelen om daarbij de pijn wat weg te nemen. Mocht dit alle niet goed genoeg helpen, dan zou u kunnen overwegen om een afspraak te maken bij de podotherapeut. Hij of zij zou dan met u kunnen gaan bekijken wat een goede passende oplossing is. Denk hierbij aan het aanmeten van podotherapeutische steunzolen, rekoefeningen of bijvoorbeeld een goed schoenadvies.